Yo, YouTube Ace hier. We zijn aan het overnemen. Ik kan er niet meer woorden aan vuil maken. We zijn aan het overnemen. We komen binnen in de music industry en we nemen over. Gelijk welke plek waar wij komen, nemen we volledig over. Stage dive, overnemen. Rampage, overnemen. Jij doet domme dingen, ik ga met anabolen. We stoppen niet, man. We zijn aan een killing spree en we blijven doorgaan. Het ding is, soms gaat er ook shit fout. Ja, ik weet het, ik praat daar niet graag over. Als het goed gaat, dan wil je enkel de goede dingen naar buiten brengen. Maar ik moet eerlijk zijn met jullie. Er is veel kak dat ik achtergehouden heb voor jullie, man. Er is echt, En er is eentje dat ik heb proberen achter te houden voor jullie. En dat is gelukt. Maar ik voel me schuldig en ik vind dat ik het nu zelf naar buiten moet brengen. Er is één ding dat jullie hierover moeten weten. En het is dat ik er niet trots op ben. Echt niet. Alles behalve. Helemaal niet. Daarom moet ik dit ook met pijn in het hart aan jullie meedelen. Mijn ontmoeting met Enzo Knol is volledig fout gegaan. Ja man, ik weet het. Ik had stress. Ik meen het, ik had stress. Mijn brein... Joost, zijn eigen festival, de 5D Experience. Daar is het volledig fout gegaan. Het was de bedoeling dat ik een leuke video ging maken en mijn Koningsdag en shit. En dat is gebeurd, maar door dit voorval... heb ik me volledig moeten distancieren van deze vlog en heb ik de beelden niet kunnen gebruiken. Ook al was dit waarschijnlijk een leuke video, niet kunnen doen. 23,5. We nemen alles! Tibaco! En dat allemaal door mijn volledige flopte ontmoeting met Enzo Knol, man. Check. Oké, door corona, jullie moeten dit goed horen, ja. Ik heb geen broek aan, inderdaad. In coronatijden kon je geen hand geven aan iedereen. En iedereen gebruikte een rare handshake, snap je zo... Ja, dat wou ik niet. Ik ben met geniale ideeën gekomen. Heel veel mensen hebben dat ook toegepast. Gewoon zo doen. Ja, gewoon een vuistje. Je steekt je vuist al uit. En mensen weten van, hij wil gewoon een vuistje geven. Ja, gewoon. Het is makkelijk. Want in andere steden, mensen geven zo hand. En dan willen ze dat je draait. En nog zo maar je vingers. Nee, gewoon box. En zo Knol vlog 3181. Het is fucked up, man. En die is de chip met een baar in het. I missed you, brother. Hier was alles nog goed. Hier is alles nog goed. Ik zag Enzo met die camera. Ik had stress. Mijn hart was... Heel mijn leven naar dit moment gewerkt. Ja, elke video dat ik ooit over Enzo gemaakt heb. Knol Power pakket dat ik gewonnen heb. De allereerste keer dat hij mijn naam heeft gezegd. Omdat ik de giveaway gewonnen had. En nu gaan we naar de tweede winnaar. En dat is Nathan van de Gunst. En die had een hele vette foto gestuurd. Dit was het moment... waarop ik hem ging ontmoeten. Eén wat ik moest doen... was zijn hand vastpakken. Oh. Hey, oh. Yo! No! No shit! Ik zag het gebeuren. Ik zag... Nee, er is geen bladsteenschaar. We spelen geen bladsteenschaar. Dit is veel erger, dit is... shit! Fuck! No! No! Not like this! No! Shit. Dit is mijn grootste domper van 2022 tot nu toe. Maar ik wil niet gezien worden als de guy die je vuistje in en zijn knol zijn hand geslaan heeft. Nou, waarschijnlijk nog een firm gripper na. Ja, ik sla die vuist erin en dan gewoon. Ik heb veel mensen teleurgesteld hiermee. Ik denk dat sommige mensen vergeten hoe real dat ik was. True to the fucking shit, man. No gain without pain. Dat is waar opstaan, inderdaad. No gain without pain, man. En daarom heb ik dit moment proberen te verstoppen van jullie. Maar nu besef ik, als je je problemen verstopt en je in een put steekt, dat je daar alleen maar meer hartpijn van hebt. Dus hierbij leg ik mijn probleem op tafel en zeg ik tegen jullie waar fout gegaan is, man. Hey, het goede ding is wel... ik had een stukje gefilmd met Enzo. Ik heb een heel leuk stukje video gemaakt met hem. En dat was eigenlijk het begin van mijn video. Maar uiteindelijk is er gewoon niks van die video gekomen. En ik vond het niet echt de moeite om hem te uploaden. Maar ik zeg je, het is wel een legendary stukje video. Man, deze hero wil je wel meeten. The king of fucking, the king of vlogging. De persoon op YouTube waarvoor ik het meeste respect heb ooit. Never meet your heroes, fuck it man. Meet your heroes. Ben ik dat? I love you. Ben ik dat? Ja, sowieso. It's Mr. Knol, man. Ben ik het? It's... Hey, I love you, man. I love you too, man. Thank you for alles. Ga zo door. Ja, man. Wow. Ik wil niet quirky of cheesy overkomen of zo, maar why, yo? Als ik die beelden zou kunnen tonen aan mezelf in 2013, holy shit. Boys. 2022.
What a fucking year. En we zitten nog maar in de helft. De zomer moet nog komen. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit moest even van mijn hart, man. Ik moest dit even eruit gooien. Even luchten, even. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. All the love. All the fucking power, man. Yo, yo. Check the bomb.